Ik heb geprobeerd weer te geven dat er meer assen zijn dan die ene as van links-rechts die voortdurend ook in spraakgebruik wordt gehanteerd. Ik heb me overigens ook wel, we kunnen ermee leven hoor, dus als dit centrum rechts heet dan moet het maar. Maar deze kanttekening leek mij op zijn plaats en dat, als u mij vergunt, is ook wel omdat ik lid ben van de Partij van de Arbeid voor zover. Ja, nee, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik wou zeggen voor zover die nog bestaat, maar dat laat ik even in het midden. Maar de kansen dat u erelid wordt zijn wel wat kleiner geworden, heb ik het idee. Hè? Ja. De heer Wilders. Kunt u daar wat meer over uitweiden? Nou, ik kan zeggen, ik ben 46 jaar lid en betaal trouw via automatische afschrijving mijn contributie voor de partij van de heer Timmermans. Voorzitter, wij gebruiken die contributie ook om de samenwerking met GroenLinks verder te stimuleren. En ik wil ook de heer Plasterk enige troost bieden. Zijn column in de Telegraaf is niet uitgekomen, maar zijn ingezonden brief in de Volkskrant in 2017, waar hij sterk voor pleit dat GroenLinks en Partij van de Arbeid nauwer samenwerken, nou, die is wel uitgekomen. Nou. Voorzitter, ik vind het een vooruitgang, laat ik dat zeggen, want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze Kamer sprak over mijn columns, zei hij nee, dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. En nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat. Het is volkomen waar, voorzitter, dat ik deze afgelopen periode van het ronddraaien rond de informatie heb gebruikt om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Nee. Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid vaker toegevoegd. Ongeveer met mijn duiding was, ja, dat is een krant voor. Dat, ja, voor arbeiders en daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Dus ik moet zeggen dat in de buurt waar ik woon, als ik boodschappen doe op de Dappermarkt, word ik door iedereen aangesproken die hem wel heeft gelezen. Ja, dit. Het grote verschil tussen de heer Plasterk en mij is dat ik de arbeiders van thuis uit mijn hele leven heb gezien en hij ze alleen van een grote afstand heeft bewonderd. Nou. Voorzitter, dit is onjuist. Ik ben opgegroeid in Den Haag-Zuidwest in een portiek met touwtjes uit de deur. En mocht de heer Timmermans die buurt ooit op een werkbezoek hebben bezocht, dan weet hij misschien Den Haag-Zuidwest te vinden. Maar dan gaan we ook weer door. 2 jaar bij ADO gevoetbald, dat was voetbaltechnisch geen succes. Maar ik heb daar wel leren Haags praten. Ik moet eerlijk zeggen, dit kan me niet lang genoeg duren. Het is ook goed voor de kijkcijfers. Ja. Ik dank de informateur voor zijn bijdrage in de eerste termijn.